morning, guys. Wow, mijn stem. Het feit dat ik dit vandaag eindelijk kan filmen voor jullie. Het is echt zo raar, want de tijd is echt voorbij gevlogen. Maar vandaag, eigenlijk dit weekend, gaan we de studio in voor mijn nieuwe EP. Oh my god, het is echt... Ik heb er zo ontzettend veel zin in. En ik heb er echt ontzettend naar uitgekeken, want... We hebben er natuurlijk al best wel ver van tevoren geboekt. Ik heb de hele tijd met een aantal leden van de band, s'avonds als het donker wordt, heb ik gerepeteerd. Ik heb mijn nummers gearrangeerd. En eigenlijk dit weekend gaan we vooral alle nummers met de band opnemen. En ook nog een paar nummers die ik dan vooral alleen of met één extra instrument ga doen. We gaan naar studio in Moskou. Misschien hebben jullie dat al een klein beetje voorbij zien komen op mijn Instagram. Dat ik naar verschillende studio's ben geweest en echt heb zitten kijken van goh, waar voel ik me fijn en waar past ook een band in. Het is een studio in Moskou geworden bij het oude CAB gebouw in Utrecht. Van Sylvia. Zij zit er echt al heel erg lang met deze studio. En het is gewoon een hele leuke vrouw. En ja, het klikte gewoon en het voelde goed. Dus ik ga jullie daar vandaag lekker een klein kijkje geven achter de schermen. Bij hoe zo'n EP nou opgenomen wordt. Dus dit is opnamedag 1 van mijn eerste EP. Nou jongens, we zijn er. Als je kijken. Wij zijn er al een keer geweest. Studio Moskou. Echt, moet je zien hoe tof die plaatjes eigenlijk zijn. Zegt nu met die honden allemaal erop. Het is, ja, best wel hartstikke tof. Nou, maar dit is ook hoe het een klein beetje binnen is. Dus dan is het allemaal gewoon heel erg leuk versierd en dat soort dingetjes. Dus ik zal hier even een kijkje geven achter de schermen. Waar het allemaal gaat gebeuren. Jawel, jawel, jawel. Tada! Even kijken hoor. Ja, dit is sowieso al super vet. Nou, dit is dus de chillruimte. Hallo mama. Hey. Nou ja, zoals je kan zien is het super vrolijk. Met allemaal kleurtjes. We kunnen hier gewoon lekker ons ding doen. Hier gaan we ook zo meteen lekker lunchen. En we hebben broodjes mee. En beleg en sapjes. En ja, dus hier kunnen we gewoon lekker op ons gemak chillen. En dan hier is eigenlijk de control room. En het toffe is dus ook dat ik, zoals ik al zei, zeg maar ook een verschillende microfoons kan uitproberen om te kijken welke sound ik het leukst vind. Dus dat vind ik ook ontzettend tof, want ze hebben ook echt van die hele ouderwetse handheld microfoons, zeg maar. Dus hier kan zien, ligt alles qua microfoons erin. En hier heb je dus, zeg maar, echt de mengtafel en alles als die scherp wil stellen. En dan komen we hier. Gewoon lekker flinke ruimte hier. Dus, ja, goed hè? Dat is sowieso super fijn. Daarom hebben we deze ook sowieso uitgekozen. En hier heb je dan eigenlijk de grote opnamestudio. Volledig met vleugel. En met drumstel en alles. Dus dan is er lekker veel ruimte sowieso voor de band. En daarachter heb je nog een klein hoekje waar je dan apart de zang ook kan opnemen. Ik zal je zo ook even voorstellen aan alle bandleden, want dat is wel zo leuk. Wie we allemaal in onze crew hebben zitten. Hè, Gijs? Ja. Ah, ja, Gijs moet in zijn hokkie. Ah, zielig. Nou, dan zal ik je ook alvast even voorstellen aan een deel. Ik zal je alvast even voorstellen aan een deel van de band. Als eerste hebben wij hier. Pieter, onze. Ja, wat eigenlijk niet. Op viool en alles erop en eraan, toch? Denk het. Denk het. We gaan het er heel erg meemaken. En op gitaar en backing vocals, eigenlijk doet iedereen backing vocals, hebben we hier Janneman. Morgen. En in het hockey, heel zielig en eenzaam en alleen, op de percussie en drums hebben we Gijs. Hallo. Dat is in ieder geval een deel van de band en ik ga even nu de rest zoeken. En hier hebben we nog... Goed zo. Ja. Op de bas. Ik ben heel dik. Je hebt zelf geen... Ik heb niks werken. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, maar meer van hoe jij het geluid beïnvloedt. Totaal. Nee, ja, slag. Ja. Lunchtime.
Ja, maar ik kom echt uit het wijkje wat bijna gevoeld. Helemaal happy. Mooie Marco van Basten. Een beetje foto maken van. Even kijken. Ah, jij hebt daar de telling ook. Oké, okay, we gaan het zien. Ja, ik heb er vertrouwen in. Oeps, mijn talkback stond open. Nee. Zo! Is dat het volume aan? Ik ben blij dat je er zelf in zit, Gijs. Heb je zelf in zin, hoor. Ja, jongens, we zijn alweer bezig met het derde nummer. Het gaat echt best wel snel. We zijn nu een beetje bezig met de ballad die ik in het EP'tje heb zitten. Dus dit vind ik altijd wel een heel tof, mooi nummer. Ik kan natuurlijk nog niet zeggen hoe die heet. Obviously. Ik vind het zo tof nog steeds dat dit gewoon allemaal... Ja, dat ze mee willen werken en dat ik nu hier ben. Het is gewoon echt onwijs tof. Nou jongens, dag 1 zit erop. Mijn hemel, dat was echt een hele lange zit vandaag. Maar we hebben 4 bandnummers in totaal opgenomen. Dat zijn eigenlijk alle nummers die ik met de band heb. En we hebben sowieso dan ja, gewoon eigenlijk vooral alle instrumenten en dingen erop gezet. Morgen ga ik dan waarschijnlijk mijn zang inzingen. En eventueel de nummers die ik nog alleen doe, zeg maar. Dus vooral alleen met mijn gitaar. En natuurlijk nog de backing vocals van de mannen, want die gaan ook met mij meezingen. Dus ja, het was echt een hele toffe dag. Ik ben wel echt ontzettend moe, toch? Want op een gegeven moment dan zit je toch een beetje te zitten en 20.000 keer naar hetzelfde nummer te luisteren. Om het allemaal, of het allemaal goed is en zo. Dus ja, ik ben best wel gaar, dus ik ga zo meteen lekker douchen. We gaan zo lekker eten. En dan is morgen alweer de tweede dag van mijn opnamedagen. Dus ja, dan ga ik jullie alsnog weer meenemen. Maar dat zie je in de volgende vlog. Dus een hele fijne avond allemaal.